wijze mannen en welkom bij alweer de weet ik veel hoeveelste manvraag. Gelukkig raken de vragen niet op en heb ik een nieuwe vraag. En die is niet van 1, die is niet van 2, die is niet van 3, die is van heel veel mensen. En dat is de vraag, wat vinden mannen van vrouwen met kort haar? Ja, volgens mij zijn jullie heel benieuwd hiernaar. Maar waarom eigenlijk? Zijn er zoveel vrouwen met kort haar? Als ik in mijn eigen omgeving kijk, zijn alle vrouwen met kort haar die ik ken minstens 50 plus. En dan noemen we het eigenlijk geen kort haar meer, maar dan is het gewoon een lekker kort pittig kapseltje. Kom maar in met jullie liedje, Dylan en Rick. Wij zijn kort en pittig. Ja, de vraag is natuurlijk wel een beetje, wat is kort haar? Is dit ook kort haar of is... echt stekeltjes kort haar. Nou is dat natuurlijk ook wel een beetje verschillend. Sommige mannen vinden volgens mij een kort pittig kapsel echt heel erg kort. En anderen vinden dit al behoorlijk kort. Nu heb ik heel weinig wetenschappelijk bewezen dingen over kort haar. Ik zelf heb wel eens nagedacht over een kort kapsel. Maar als ik dat zou doen, dan zou Dylan het uitmaken. Althans, dat zegt hij de hele tijd. Maar omdat ik natuurlijk wel even wil zien hoe dat er nou uit zou zien bij mij, bij deze... Voor dit shot heb ik Rens gevraagd om een aantal leuke kapsels op mij te doen. Hey, kijk deze. Of deze, die is ook leuk. Of deze. Ik ben best wel behoorlijk gehecht aan mijn lange haren. Ja, ik weet niet. Het maakt me toch wel iets zelfverzekerder over mijn gezicht. Maar ik moet zeggen, het kort haar kan echt super mooi zijn bij vrouwen. Hallo, kijk even naar Emma Watson of kijk hoe Katy Perry eruit zag. Ja, oké, die hebben gewoon allemaal een super mooi gezicht en dan staat alles. Dat is waar ook. En er zitten natuurlijk ook wel heel wat voordelen aan kort haar. Ik bedoel, het wassen gaat echt super snel. Feunen, volgens mij is dat in 1 minuut gedaan. Als je een kleur in je haar hebt, dan is die er ook weer zo uitgegroeid. Je hebt bijna nooit klitten. Dat is echt een mega voordeel. Maar de vraag is natuurlijk vooral, wat vinden mijn mannen hiervan? En ik heb dit keer een heel scala aan gezellige mannen weten te verzamelen die ik ben tegengekomen afgelopen week. En dit was wat ze vonden. Zitten we weer, Willem? Zitten we weer, opnieuw. Wat vind jij van vrouwen met korte haren? Oeh, er komt wel meteen op je af die vraag weer altijd. Daar moet ik altijd even over nadenken, zodat ik een politiek correct antwoord kan geven. Kort haar en als hoe kort? Wat jij kort vindt. Wat ik kort vind? Ik heb er eigenlijk geen grens aan als het maar niet kaal is. Kaal vind ik niet zo prettig, zeg maar. Dat trekt me niet zo erg aan. Wat vind jij van vrouwen met korte haren? Niet bij mij zijn. Wat? Vrouwen met kort pittig kapsel is not done. Ik heb een heel kort en simpel antwoord. En dat is dat het mij niet zo uitmaakt eigenlijk. Het gaat mij bij meer uit, zeg maar. Het gezicht moet eigenlijk bij het kapsel passen. Dus of het nou lang haar, rood, blond, bruin is, maakt me eigenlijk niet zo uit. Als het past, dan past het. Wat vind jij van vrouwen met een kort kapsel? Een kort kapsel? Dan zie ik altijd, in Brabant is dat volgens mij, en in het zuiden is dat echt een dingetje, hè? Dat vrouwen die ouder worden een kort pittig kapsel hebben. Er is een heel groot verschil tussen kort en kort en pittig. Vrouwen met korte haren kan best mooi zijn, maar vrouwen met kort pittige haren... Hey. Maar bij jongere vrouwen is het te laten zien dat ze sterk zijn. Weet je, van kijk, zonder lang haar ben ik ook knap. Maar wij mannen vallen gewoon niet op, ik weet niet, een vrouw moet gewoon lange haren hebben. Nou, in mijn ogen is een vrouw met lange haren gewoon aantrekkelijker. Je hebt zeg maar kort, maar je hebt ook ultra kort. Zeg maar zo'n tot hier weet je wel, dat vind ik oké. Als het iets korter wordt, dan denk ik, nee, maar het kan er alsnog wel mee door, vind ik. Maar het moet dan wel zeg maar bij je gezicht staan. Ik vind dat persoonlijk gewoon niet kunnen. Snap je? Ik vind het persoonlijk, maar daar is gewoon, kijk, je moet zelf weten, als jij als vrouw dat wil doen, doe dat vooral, snap je, laat je niet tegenhouden. Maar persoonlijk, als ik zeg maar een meisje tegen zou komen met kort haar, dan zou ik daar niet vallen. Echt niet? Maar nee. Stel, ze heeft echt een super mooi gezicht. Sorry. Echt? Is dat zo belangrijk? Ja, voor mij is het echt heel belangrijk. Voor mij is het echt een zware afknap gewoon. Voor mij is het echt gewoon not done. Nou, ik zou zeggen, ik heb er nog niet veel gezien die waar ik van dacht van, Maar ja, weet je wel, jij me nooit, hè. Heb je een voorbeeld van iemand bij wie het wel goed staat? Mijn moeder? Nee. Wat voor haar heeft je moeder? Kort pittig. Ja, waarschijnlijk ziet ze dat ook. Ja. Sorry als je moeder er zo uitziet of zo, maar echt, ik snap niet waarom vrouwen dat doen. Omdat het praktisch is. Ja, precies. Ja?
Vrouwen hebben geen praktisch leven. Wat is dit nou weer? Ze doen wel make-up op. Doe dan geen make-up op en wel mooie haren. Serieus, ik zou liever een vrouw willen zonder make-up die nog wel een mooie haarkapsel ding heeft. Dan vrouwen die vet veel make-up hebben en dan een kort stekelig kapsel. Het is niet hip. Wie vindt dat überhaupt hip? Ik denk dat ze het doen om een man te irriteren. Wat denk je echt? Ja. Volgens mij vinden ze zelf ook niet leuk. Kom op man, zo'n kapsel. Ga jij maar weer verder werken. Dit kan echt niet. Hoezo? Sommige vrouwen vinden het mooi. Als je hoe vrouwen dit zouden doen. Ik moet even opnemen. Ja, ik ga maar bellen. Oké, ik ga opnemen. Conclusie. Marietje wil andere trui aan. Ja, dat klopt helemaal. Dit is namelijk op een andere dag opgenomen dan het intro. Waarom? Nou ja, ik had nog niet alle meningen van de mannen toen ik het intro opnam. En ik moet natuurlijk wel echt een goede conclusie geven, gebaseerd op alle meningen van de mannen. Ja, nou, je hoorde het al een beetje. Mannen zijn niet zo'n heel erg fan van kort haar. Althans, ze maken een onderscheid tussen kortpittige kapsels en kort haar. Kort haar kan mooi zijn. Kortpittige kapsels zijn eigenlijk nooit mooi. Ja, en Dylan vraagt zich dus oprecht af waarom vrouwen dat nou doen. Ja, ik denk omdat het praktisch is. Als je bijvoorbeeld kinderen krijgt, dan hoef je en niet meer zo lang bezig te zijn met je haar. En ze kunnen niet aan je haren trekken. In ieder geval is vooral bij jonge dames de voorkeur van de mannen langere haren. Maar je moet het natuurlijk gewoon allemaal lekker zelf weten. Want het moet je gewoon vooral staan. Ik ben voor volgende week weer op zoek naar een nieuwe manvraag. Stel hem hier beneden in de reacties. En wie weet ga ik met jouw vraag op onderzoek uit. En wat mij leuk lijkt is een vraag waarmee ik echt weer even iets kan gaan testen. Zoals bijvoorbeeld met make-up of met zonder BH de deur uit. Ja, ik had dit ook kunnen testen en mijn haren kort kunnen knippen. Maar dat is redelijk blijvend voor een lange tijd. En dat vond ik iets te heftig. Ik heb veel voor jullie over hoor. Bijvoorbeeld nu dan ga ik een handstand maken. Oké, dat lukt niet echt zo. Maar ik had het wel voor jullie over. Ik wil jullie weer heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie volgende week weer. Doei!